Vandaag maak ik chocolade truffels, hangen net een buffel. Baby, even rustig, geef je wel een knuffel. Ik ga ze nu voor je maken, ik kon het niet laten. Dus daarom pak ik nu al mijn spullen. Vanille snijden en schapen, kijk nou al die zaden. Dat ziet er toch echt uit om te smullen. Verse slagroom en de poedersuiker, dat zijn twee dingen waar we de pan nu mee gaan vullen. Vanille die gaat erbij, kluts alles goed net als een ei. Verwarm het dan ook nog een beetje, dan komen alle smaken vrij. Dan zorg voor verkoeling, dat is de bedoeling. Dus zet hem nog even in een bak met ijs. In de tussentijd kloppen wij de boter lekker romig, totdat we zeggen dit is nice. Vanille mengsel gaat erbij, zet die mixer even high. Zet dan alles in je spuitzak, zet ze allemaal op een rij. Doe ze even in de vriezer en daarna ben je even vrij. Haal ze er dan pas weer uit als ze hard zijn als een fucking kei. Chocola smelten we au bain marie. Klein snufje zeezout die geeft energie. Haal je truffels er dan langzaam doorheen. En de cacao die vergeten we niet. Ze zijn nu al klaar, eet smakelijk. Geloof me, je wilt er echt more en more. Ik vind het zo lekker, ik kan niet beschrijven, ik heb er geen woorden voor.